Het zijn Kolwijk en Schouten die in de middencirkel staan. Zij gaan de aftrap verrichten. Dat is nu gebeurd na het eerste fluitsignaal van deze wedstrijd van scheidsrechter Kamphuis. Wordt Verdonk vrijgespeeld. Voorzet Verdonk. Die komt voor de voet van Persie 1-0. Goal! Door de fout van Burnett is het Van Persie die tegen zijn oude liefde hier de 0-1 maakt. In zijn laatste Excelsior Feyenoord. Ja, die kans had iedereen afgemaakt. Burnett schenkt de mogelijkheid. Want die paas was niet eens goed. Maar Burnett verdedigt ouderwets dramatisch. En Van Persie knalt er binnen 1-0. Edwards, die zo makkelijk mensen omspeelt. Via Kolwijk komt de bal daar terecht bij Bruins. Bruins, hier komt de gelijkmaker. Ja, 1-1. Het is Ali Mesut. Ali Mesut, die binnentik als Feyenoord daar wordt uitgespeeld. Is het Ali Mesut die de bal binnenschiet. 1-1. En dan ziet Feyenoord er niet goed uit. En is het weer een wedstrijd. Is alles weer in evenwicht. Ali Mesut. Maar Bruins en Kolwijk met interessante paasjes tussendoor. Dat het Feyenoord beter kunnen verdedigen. Nou, Hamnoui nog een keer een voorzet. Die is goed. Wat een goal! Wat een goal van Excelsior! Het is de 2-1 van invaller Robin van der Meer. Op Van Basten-achtige wijze gaat hij de kruising in. Wat een wereldgoal van Excelsior is dit, zeg. En wat een stunt. De 2-1. Wat een pareltje. Ongekend dit. Ongekend. Ja, het zag er wel een beetje naar uit, hè, dat er nog een winnaar zou komen. Feyenoord geeft ruimte weg, maar zo'n doelpunt. En Van der Meer, vorige week viel hij in. En deed hij het ook heel goed door in zijn korte invalbeurt belangrijk te zijn. Wanneer krijgt hij zijn basisplaats voor die schitterende Lorenzo Burnett? En een heel groot gedeelte in het stadion viert feest. Terwijl een ander gedeelte denkt, hoe is het nou weer in godsnaam mogelijk dat Feyenoord vorige week Ajax afdroogt met 6-2. En tegen Excelsior niet thuis geeft. 2-1. En wat heb je dan aan die punten van vorige week?